Welkom allemaal. Het is mij een eer en genoegen het met u te hebben vanmiddag over een technologie waar, zoals Willem al zei, wij wel behoorlijk enthousiast over zijn. En waarom dat dan zo is, daar zullen we dan vanmiddag wel achter gaan komen. Wij hebben een programma samengesteld en onszelf de vraag gesteld: hoe kunnen we deze technologie relevant maken voor, de uitleg van deze technologie relevant maken voor uw beroep, het accountantsberoep en de financiële wereld in breder perspectief. We gaan eigenlijk eerst eens even kijken: wat is nu hype aan dit verhaal? Ik bedoel, wie heeft hier al een bitcoin? De sprekers. Drie mensen in de zaal, dat is al heel aardig. Dat is boven gemiddeld als we kijken naar het Nederlandse gemiddelde. Maar ik zou eerst met u willen praten, dus inderdaad, van, ja, wat is nou hype? Wat hebben we in de media gelezen? Wat klopt daarvan? Wat is daarvan relevant? En ja, waar gaat de technologie over? Om vanuit jullie vak goed te kunnen begrijpen wat die technologie nou daadwerkelijk doet en hoe die werkt, heb ik Arnoud uitgenodigd om te spreken vanuit een meer technisch perspectief van hoe werkt het nou, hoe wordt een transactie verwerkt en hoe werkt die blockchain technologie echt. Nou, dan hebben we even pauze. Ronald die gaat het wat meer in maatschappelijk en historische perspectief plaatsen en ook in economisch perspectief. Esteban ben ik tegengekomen in het Bitcoin-netwerk als een van de experts op het fiscaal gebied. En hij kijkt wat die blockchain-technologie kan betekenen op dat vlak en over welke oplossingen het mogelijk kan bieden voor problemen die we nu ervaren. En als laatste Dennis, die ik in eerste instantie heb leren kennen bij ING. Erkennen als een van de meest nieuwsgierige ex-bankiers, moet ik dan zeggen, en nu ook registeraccountant die met deze technologie aan de haal is gegaan. En we hebben daar heel veel mooie discussies over gehad. En hij gaat u daarin meenemen als we kijken naar het bankaire perspectief. Hoe is Bitcoin interessant vanuit dat blik en waarom willen we daar eigenlijk wat mee? Allereerst eventjes een vraag aan u allen. Mag ik uit de zaal wat feedback hebben over waarom zijn jullie op dit onderwerp afgekomen? Ik heb een hand. Ik wacht net zoals internet in de jaren 90 om het net op te komen. Ik wacht dat dit over de jaren behoorlijk uitgebreid is. En ik wil het meer vanaf weten. Ja. Hoe het in elkaar zit en wat ook echt zo zijn. En dat ik hoop dat het zo zijn. Ja. Zoals het internet. Ja, met die impact ook. Ja. Nog andere beweegredenen waarom we hier bij elkaar zijn? Mijn dochter studeert in Delft. Zij en haar vriendjes werken niet meer, want die zitten alleen maar met Bitcoin. En zo, we gaan op vakantie. Ik heb ook iets te worden waar ik ook eens in moet verdienen. Ja, precies. Heel goed. Nog andere redenen waarom jullie hier zijn gekomen? We gaan hier niet zomaar een middag zitten, toch? Ja, als het ondernemers gebruikt voor het waarderingsvraagstuk. Het waarderingsvraagstuk voor ondernemers, ja. Het waarderen van de onderneming als er bitcoins in het spel zijn. Oké, dat is een interessante vraag. Ja. Nou, ik ben graag zo'n schoolopleiding accountant zien. Ja. Kijk aan, nou, bent u helemaal op de juiste plek. Ik heb een filmpje gezien van 6 minuten. Het is volgens mij door jou gemaakt, ja. Door Lex Hogeduin. Ja. En er staat in dat filmpje ergens in de 5e minuut dat het een disruptive innovation kan zijn, ook voor het accountantsberoep. Ja. Dus als ik het heel goed snap, zijn wij straks overbodig. En daarom was ik nieuwsgierig. Nee. Ik ben nu 49, kom eigenlijk 10 jaar verder in dit beroep. Ik hoorde vanmiddag, hoop ik ook, antwoord op die vraag te krijgen. Ja. Ja, ik heb erover nagedacht, kan ik wel verklappen, om te beginnen met van, nou, heel vroeger, zeg maar 1900, was er een functionaris binnen organisaties en die noemden we computer.
En als we nu over controllers en accountants hebben, is het dan hetzelfde geval? Nou, dat denk ik niet. Maar dat het wat gaat veranderen. En zeker omdat inderdaad de technologie achter Bitcoin boekhoudtechnologie is. Is het wel niet alleen qua timing het juiste moment dat we hier zitten, denk ik. En dat zal ook wel uit de presentaties blijken. Maar ook ja, als het gaat om de beroepsgroep spot on, zullen we maar zeggen. Ik mag met u beginnen over hoe we de hype van de revolutie kunnen onderscheiden. En met revolutie bedoel ik eigenlijk revolutionaire technologie die echt voor een landverschuiving kan zorgen. Zoals inderdaad het internet dat ook heeft gedaan. Als we beginnen bij de basis, dan kunnen we... We hebben gehoord van Bitcoin als virtueel geld of een betaalsysteem. Ik wil eigenlijk verder terug naar de basis. Wat is de basis van onze economie? Ruilen, vertrouwen. Nou, laten we inderdaad uitgaan van handel. Ruilen. Vertrouwen is daarin, denk ik, onlosmakelijk verbonden met elkaar. Als ik een appel geef aan Dennis, dan kan ik onthouden dat het mijn appel was, als het goed is, en dat ik het aan Dennis heeft gegeven. En we hebben misschien een afspraak over wat hij ervoor teruggeeft. Dat kan 50 cent zijn. Ik kan het ook aan hem geven, maar ik kan het hier registreren. Nou, dat hebben we natuurlijk heel lang kunnen doen als mensen, maar op een gegeven moment werd die registratie wat te moeilijk, want onze producten zijn complexer geworden, iedereen handelt met iedereen, overal, onze maatschappelijke structuren zijn complexer geworden en daarom hebben we dingen zoals geld bedacht, zodat we makkelijk konden gaan rekenen en tellen. De tellystick vanuit de middeleeuwen en natuurlijk uiteindelijk de boekhouding. U allen. Iets vreemd. En die boekhoudingen die zijn nu besloten. En om die transacties te kunnen faciliteren, maken wij gebruik in onze economische systemen van de vertrouwde derde partij. Centrale banken, banken, accountants, notarissen, overheden. Allemaal partijen die zorgen dat wij elkaar kunnen vertrouwen. Dat als ik u een tientje geef, u mij niet hoeft te vertrouwen, maar het tientje kan vertrouwen. Dat is de vertrouwde derde partij. Als ik u een paspoort laat zien, vertrouwt u het paspoort. Mij niet. Misschien mij wel, maar dat doet het dan even niet toe. Nou, als we kijken wat we met het geld hebben gedaan, want we hebben het natuurlijk nu over een internettijdperk. Alle bedrijfsprocessen raken verbonden met het internet. We hebben de afgelopen 10, 15 jaar gezien wat het internet doet met informatie, met media en al dat soort dingen. Maar nu gaan alle bedrijfsprocessen verbonden worden met het internet. Ook wel de API economy genoemd. Nou, en wat banken tot nu toe gedaan hebben met geld is natuurlijk geweldig. Internetbankieren. We kunnen overal bij ons geld wat bij de bank staat. Vergelijkbaar met een boek digitaliseren. Het is nog steeds een boek. Het format is hetzelfde. Voorkantje, achterkantje, tekst erin. Maar het is niet dynamisch. Een boek is geen app, is geen website of iets in die trant. Dus het is nog wel wat lastig programmeren. En dat heeft gewoon te maken met alle systemen die we hebben, die eigenlijk uitgevonden zijn voordat het internet bestond. Maar als we nu van scratch af aan beginnen met een nieuw systeem wat wereldwijd handel moet faciliteren via het internet. Nou, dan is het eerste probleem wat je moet oplossen. Klik. Ja, double spending. Want we weten allemaal, een bestandje kopiëren is heel makkelijk. En we kunnen niet controleren wat nou precies het origineel was. Misschien een hele knappe hacker wel, maar over het algemeen kunnen wij dat heel moeilijk van elkaar onderscheiden. Dat moet je natuurlijk met iets van waarde niet hebben. Geld of iets anders. Een paspoort, een identiteit. Nou, de basis van Bitcoin is een openbaar digitaal grootboek. Dat noemen we de blockchain. Blockchain is de basis van Bitcoin. Alle transacties zijn inzichtelijk. En in plaats van dat elke entiteit zijn eigen boekhouding heeft, een groot boek, en je dus op derde partijen moet vertrouwen om daartussen te communiceren, is in het Bitcoin-netwerk iedereen in het bezit van dezelfde blockchain. Alle transacties die ooit met Bitcoin gedaan zijn, zijn geschreven in de blockchain en kunnen er niet meer worden uitgehaald. Permanent. En iedereen
kan in het bezit zijn van een volledige kopie van die blockchain. U kunt hem allemaal zo downloaden. Duurt wel eventjes, gigabytes groot, maar... En iedereen kan hem ook inzien, tot en met de eerste transactie. Hij is dus volledig gedistribueerd. Niemand is eigenaar, tegelijkertijd is iedereen eigenaar. Nou, hoe ziet zoiets eruit? Dit zijn transacties, die komen dan real-time voorbij. Dit heb ik even opgenomen op film. Maar je ziet hier de transactie-ID's en de hoeveelheden. Nou, dit is een voorbeeld van een transactie. Het is een van mijn favoriete transacties, mag ik wel zeggen. Want hij was $118 miljoen. De snelheid waarmee hij van rekening A naar rekening B ging was instant. De transactiefee was $0 en het gebeurde op een zondag. Nou, wat staat er in een transactie? Van naar de hoeveelheid, de timestamp, heel belangrijk, en de hoeveelheid confirmations. En de confirmations zijn van belang, want de blockchain wordt onderhouden volgens wiskundige principes. En die wiskundige principes die zorgen ervoor dat alle nodes in het netwerk, alle computers die meedoen, de Bitcoin miners, die het grootboek onderhouden, die de transacties verifiëren, continu consensus bereiken over dat die transactie conform de juiste wetmatigheden heeft plaatsgevonden, conform alle algoritmes. En elke 10 minuten bereiken ze opnieuw consensus over alle transacties. Daarom zag je ook 3000 nog wat confirmations, omdat die dus zo vaak de revue is gepasseerd. En dat maakt dat bij iedere transactie feitelijk een soort van notaris zit. Want duizenden computers waren het erover eens dat die transactie op datum X en tijdstip Y hebben plaatsgevonden. En het is ook nog eens openbaar. Dus iedereen kan het ook checken. En de principes volgens hoe dat gebeurt is ook allemaal te checken. Dat is ook openbaar. Dat is allemaal open source. Dus we hebben de trusted third party. We hebben vertrouwen gedigitaliseerd. Een persoon hoeft geen stempel meer te zetten, maar een groep computers heeft besloten dat er een stempel op mag. Wordt er geknoeid met de transactie, is er geen consensus, wordt die niet opgenomen in de blockchain. Er zijn natuurlijk, computers zijn altijd hackable, zullen we maar zeggen. Er zijn manieren om daar iets mee te doen. Arnoud die zal er misschien wat over zeggen, maar het is zo onaantrekkelijk om dat te doen, financieel onaantrekkelijk. Je moet zo ongelooflijk veel geld investeren om dat te doen, dat het vrijwel uitgesloten is. Het grootboek waar iedereen ter wereld gebruik van kan maken, zonder toestemming van welke partij dan ook. Dus ik heb in principe geen identiteit nodig, ik heb in principe geen land nodig om een bankrekening te openen. Of om een financiële dienstverlener te beginnen. Net zoals dat iedereen ter wereld een website kan beginnen. Iedereen ter wereld een zoekmachine kan beginnen. Iedereen ter wereld een e-mailservice kan beginnen. Dus als we vragen wat is Bitcoin, dan hebben we het over een internet van registraties en transacties van vele vormen van eigendom, waarvan geld slechts een appje is. Zoals e-mail een toepassing is van het internet. En begin jaren 90 waren we nog vooral aan het e-mailen via internet. Maar inmiddels doen we natuurlijk veel meer. En hebben we smartphones en YouTube en Twitter en Facebook en Google. Wikipedia. Dus in de praktijk, hoe gaat Bitcoin op dit moment? Nou, we doen ongeveer 100.000 transacties per dag. Dat is niet zoveel. Dat is heel weinig zelfs. Maar, en ook even om het in perspectief te plaatsen, het staat echt in de kinderschoenen. Maximaal kan Bitcoin op dit moment, de technologie is mogelijk om 7 transacties per seconde te verwerken. Dat is niet veel. PayPal verwerkt er 115 per seconde. Visa verwerkt op topmomenten, piekmomenten, 47.000 transacties. Dus voordat Bitcoin een global systeem wordt om wereldwijd alle handel te faciliteren, zijn we echt nog wel even wat ontwikkelingen verder. Maar het is mooi dat het open source technologie is. Het is mooi dat mensen met hun eigen versie van Bitcoin aan de gang kunnen. Dus die verbeteringen die komen vanzelf. Net zoals dat we dat met internet hebben gezien. Internet was vroeger ook heel langzaam. Nu is het heel snel. In vergelijking met toen.
Nou, een transactie in de praktijk. Ik heb in Groningen het eerste Bitcoin-café georganiseerd, waarbij we zeiden van nou, als je geen biertje kan kopen met Bitcoin, wordt het nooit wat. Dus heb ik een point-of-sale systeem benaderd, NuvoPOS. Heb ik gevraagd van kunnen jullie in plaats van, of naast pinnen, ook Bitcoin als betaalmethode integreren? Nou, dat was binnen een week gepiept. En in plaats van dus cash of Bitcoin betaal ik nu, of pin betaal ik nu met Bitcoin, er zit een QR-code. Mijn portemonnee, die gaat de QR-code scannen. En druk op. En de betaling is binnen. Via het internet, niet via de bank. De grap is, er staan geen bitcoins bij mij op de telefoon en ook niet op zijn point-of-sale systeem. Ik heb een opdracht gegeven om van adres A naar adres B in de blockchain iets over te schrijven. En hij heeft toegang tot adres B en ik toegang tot adres A. Die toegang gaat via de sleutels. Daar gaat Arnoud ook nog wat over vertellen. Ik experimenteer ook met dingetjes. Dit experiment past in een museum voor absurde business cases, want hier is geen geld mee te verdienen, maar het was wel heel erg leuk. Google Glass, je hebt er vast wel eens wat van gezien. Bijna niemand heeft hem. Bitcoin, ook wel eens wat van gezien. Bijna niemand heeft het. Dus qua business was het niet handig, maar we hebben wel heel veel PR gehaald. Wat we hadden gedaan is, je kon tegen je Google Glass zeggen, oké, Glass, make a payment. Hij scande de QR-code, knik twee keer en ik heb betaald. Nou, dat was hartstikke leuk. CNN vond het ook heel erg leuk. En Time Magazine vond het heel erg leuk. En NBC en TechCrunch en noem maar op. Dus we hadden veel PR. En wat gesprekken wat het opleverde. Maar wat eigenlijk veel interessanter was, is, dit is een beetje technisch. Ease hebben we gebouwd. Dat is een appje. En die werkt op die Google Glass. Maar die maakt niet gebruik van een eigen portemonnee. Maar die maakt gebruik van een portemonnee die al bestaat. Dit zijn eigenlijk Bitcoin-banken. Coinbase en blockchain.info zijn eigenlijk Bitcoin-banken. Dus in plaats van Coinbase had daar ABN AMRO kunnen staan en die andere ING. En die hebben een API, ik noemde al de API Economy. En dat maakt dat ik eigenlijk met Ease gewoon geld van mijn bankrekening af kan halen. Zonder dat daar frictie tussen zit, geautomatiseerd. Wel beveiligd uiteraard, maar ik hoef niet elke keer mijn identifier erbij te pakken, zullen we maar zeggen. En de reconciliation gaat gewoon via de blockchain. En dat is een best wel efficiënt systeem geweest. Nou, hoe begin je met Bitcoin? Je installeert een wallet. Dat kan op je mobiel. Of je kan een soort van, je kunt allemaal Gmail of Hotmail wel. Dat zijn een beetje de Gmails van Bitcoin. Of je installeert er eentje op je laptop. En dan maak je bitcoins over naar je adres. En dan heb je ze. En dan kun je daarmee betalen. Nou, waarom beginnen mensen daarmee? Het interessante van bitcoin, ondanks dat het heel volatiel is, heb je wel wereldwijd één vastgestelde waarde ongeveer. Dus je kan er all over the world mee betalen. Ik zal het van laten zien. Ja, en het gebruiksgemak en de snelheid die je net zag. Als je bijvoorbeeld via thuisbezorgd een pizzaatje bestelt en je betaalt met bitcoin, nou, dan ervaar je echt dat bijvoorbeeld Ideal een beetje zoals faxen is, zeg maar, en Bitcoin zoals e-mailen. Dat is een beetje wat je dan ervaart. Dus daarom zijn mensen daarmee aan het experimenteren, gezondheid. Nou, je kan Bitcoins kopen bij Bitonic of BitMyMoney, gewoon met Ideal. Kun je gewoon voor een tientje of 20 euro kun je ze makkelijk kopen en naar je wallet storten. Je kan ze verdienen, bijvoorbeeld met Coinbase of met BitPay. Die maken het mogelijk voor bedrijven om bitcoins te accepteren. En de volgende dag krijgen ze gewoon het bedrag in euro's of dollars op de rekening. Dus hebben ze nul valuta risico. En dan gebruik je het eigenlijk alleen maar als betaalmethode. En wat is die hype dan? We hebben natuurlijk... Heel leuk klikker dit. We hebben natuurlijk de koers gehad. Nou, de eerste piek, dat was Cyprus. Toen mensen erachter kwamen dat als het geld op een bank staat, het niet per se van jou is. Dat was China, die in bitcoin stapte. Nou, heel veel mensen. En dat was ook China die zei van, oh, doe maar even niet. En uiteindelijk heeft die koers zich wat gecorrigeerd, zullen we maar zeggen. Maar als je het over de long term doortrekt, zie je nog steeds wel een stijging. En vergelijkt het misschien met een internetbubbel die we ook wel hebben gehad. Waarbij nu mensen erachter komen van, maar wat kunnen we nou eigenlijk echt met die bitcoin in plaats van een spectaculaire koers? Want
alles waar je heel veel geld in pompt, wat in het begin niks waard is, dat stijgt spectaculair. Dat is niet zo gek. Maar wat kun je er nou echt mee? Wat is nou echt de waarde daarachter? En dat zijn de vragen waar mensen nu mee bezig zijn. Natuurlijk hebben we de verdwenen bitcoins, de gehackte bitcoins, de beurzen die gehackt zijn. Nou, bitcoins kunnen feitelijk niet verdwijnen, want ze blijven altijd op de blockchain staan. De vraag is of je er nog bij kan. Dus als je je sleutels verliest, dan kun je niet meer bij. Maar wat hier is gebeurd, is dat mensen hun bitcoins hebben toevertrouwd aan een derde partij. Die partij had de boekhouding niet op orde. En ja, daar is wat grandioos misgegaan natuurlijk. Er zijn inderdaad heel veel mensen hebben daar schade van geleden. Maar je kunt het beste vergelijken alsof Hotmail gehackt wordt. Of uw eigen e-mail provider. En daarmee is e-mail nog niet gehackt. E-mail is daarmee nog steeds goed. Een goed systeem om correspondentie te voeren over het internet. Maar Gmail of Hotmail als die gehackt is, ja, dan heb je wel een probleem. Want dan kunnen misschien al je e-mailtjes op straat liggen. Of kun je niet meer bij je mail of wat dan ook. Dat is hier ook gebeurd. En bij eigenlijk alle andere hacks is dat ook gebeurd. Ja. Dat houdt het wel spannend. Dit vind ik altijd zo'n leuke. Kijk maar eens even goed wat hier allemaal staat. Ja, niet doen alsof u het allemaal voor het eerst ziet. Nee, het is de Silk Road. De Silk Road was de eerste zwarte markt van het internet die dus ook met bitcoins de betalingen faciliteerde. Dit is ook de reden waarom de pers zegt van ja, bitcoins toch voor criminelen. Nou, euro's en dollars worden gelukkig niet door criminelen gebruikt. Maar omdat het dus elke betaling irreversible is, was het natuurlijk perfect voor deze partij om het hier in te voeren. Leverde trouwens ook nog wel wat interessante discussies op, want ja, deze partij is uiteindelijk ook gepakt, omdat ze natuurlijk ongelooflijk veel kruimels nalaten op die blockchain. Dus het is helemaal niet interessant voor criminelen om die bitcoins te gaan gebruiken, want je laat gewoon sporen achter, betaalkruimelpaden, die je uiteindelijk na verloop van tijd in kaart kan gaan brengen op die blockchain. Uiteraard blijft dat een kat-en-muisspel, maar de transparantie van die blockchain heeft mede geholpen voor in de proces richting deze partij. Uiteraard, dit is nu down gehaald door de FBI en er is ook alweer een vervanger zoals dat dan gaat, met veel slimmere aanpak en niet een centrale organisatie en dat soort dingen. Maar goed, toch iets wat Bitcoin ook bezig heeft gehouden. Nou, qua gebruikers, we zitten nu ongeveer op 8,5 miljoen portemonnees die gebruikt worden. 80.000 bedrijven all over the world die bitcoins accepteren als betaalmiddel. Nou, daar komen er zeker 1.000 per week bij. En wat ik zelf altijd wel aardig vind, is dat vorig jaar is er ongeveer 300 miljoen geïnvesteerd aan venture capital in bitcoin. En dit jaar zitten we alweer, denk wel richting de 200 miljoen. Dus er wordt flink in geïnvesteerd wat dat betreft. 14 miljoen Kenianen hebben een bitcoin wallet. In Afrikaanse landen waar men veel meer met mobieltjes doet qua betalen, hebben ze een stap overgeslagen. En op deze manier kunnen zij door bestaande systemen aan de blockchain te koppelen al veel meer ermee doen. Coinmap.org. Wil je op wereldreis van je bitcoins, dan kan dat. Op coinmap.org zijn alle restaurantjes en hotelletjes en noem maar op waar je winkels waar je met bitcoins kan betalen. En er zijn in de VS en ook in Nederland, thuisbezorgd accepteert bitcoins en betaalt natuurlijk gewoon euro's aan alle restaurants. Dus je kan daar toch wel heel veel mee doen. En dat blijkt ook wel, want je kan gewoon je vliegtickets ook bestellen. Je kan laptops kopen, software, je telefoonrekening betalen. Dus ja, steeds meer diensten worden toegankelijk om betaald te worden met bitcoins. En natuurlijk helpt het wel als dergelijke partijen daar instappen, want het geeft ook wel wat vertrouwen in deze betaalmethode. Nou, Molly en Adyen, twee Nederlandse payment service providers die ervoor zorgen dat hun merchants die ze hebben, de webwinkels en dergelijke, gewoon met een druk op de knop bitcoins kunnen accepteren en ook inderdaad de volgende dag die euro's op hun rekening krijgen voor dezelfde koers. Een van de leukste concepten zelf vind ik T-LED. Zij zorgen ervoor dat ik rechtstreeks met deze familie bijvoorbeeld
zaken kan doen, thee kan kopen. En met T-LED organiseren zij dat die thee dan ook verscheept wordt. Dus daarmee snijden ze eigenlijk de tussenhandel eruit, waardoor ik direct bij de bron kan kopen. En wat daar ook interessant van is, is dat ik bijvoorbeeld bij Coinbase, als ik daar ervoor zorg dat ik mijn bitcoins accepteer en ik krijg dollars weer terug, dan kan eigenlijk de hele wereld met dollars gaan betalen. Want ik kan ook in plaats van bitcoins mijn dollars bij Coinbase neerzetten. En als ik dan iemand betaal in bitcoins, wisselt hij ze vlug even om. En dan heb ik gewoon een dollartransactie gedaan, maar dan niet via het bancaire netwerk, maar via die blockchain. Dus dan is de rekeneenheid gewoon dollars geweest. En uiteindelijk heeft iedereen ook dollars op zijn rekening. Maar is het heel kort even bitcoin geweest. En daar zit heel veel toekomst in, denk ik. En wat betekent dat dan voor de wereldhandel als je alles bij de bron kan gaan kopen? En we dat die corporaties niet via organisaties organiseren, maar via websites met een vrije toegang. Nou, investeerders had ik al even over. Bovenstaande bedrijven, daar zit krappe 175 miljoen in aan funding. En de bedrijven, of de investeerders die daarin hebben geïnvesteerd, die hebben ook in onderstaande bedrijven geïnvesteerd. U ziet BBVA al staan, de New York Stock Exchange. Nou, ik had het al even over die kruimels die nagelaten worden op de blockchain. Zo wordt het dus voor instanties zoals de VU en de Fiat ook interessant om een soort van blockchain filters en browsers te ontwikkelen, waarmee je patronen kan herkennen en kan linken aan andere datasets die ze misschien hebben. Kijken of er bitcoin-adressen op forums staan of op websites, waardoor je dus entiteiten kan linken aan bitcoin-adressen. En zo zijn er partijen bezig om bitcoin-browsers te ontwikkelen. Wat gebeurt er als je simkaarten koppelt met een bitcoin-adres? Nou, dan is het dit gebeurt in Singapore al, dan kun je heel makkelijk deltegoed naar elkaar overmaken. En dan krijg je een mobiel betalingsnetwerk. Mijn eigen bedrijf, Sananga, maakt van advertenties webwinkels. Kortom, één keer een product scannen met je mobiel en tegelijkertijd betalen en je persoonsgegevens sturen. Dat is natuurlijk waar wij naartoe willen. Dat kan nu nog niet, want je moet bij elke webwinkel moet je eigen account hebben. Nou, dat is voor de consument niet altijd even handig. Nou, dat zijn dingen waar wij met ons bedrijf over nadenken. Zodat je heel snel iets kan aanschaffen en dat je niet overal dat weer opnieuw hoeft in te voeren. Een bitcoin kan alles van waarde vertegenwoordigen. Zo'n aandeel of een kilowattuur energie en of een stem. En CoinPrism is al een van de startups die bezig is om dit concept verder uit te werken. Dus het zijn allemaal al dingen die nu draaien, allemaal wel in de kinderschoenen staan. Maar je kan hier dus slimme contracten opbouwen, waardoor je als je in bezit bent van aandeel X op tijdstip Y, dat je dan bijvoorbeeld automatische dividend krijgt. Zo kun je ook heel makkelijk je eigen festivalmuntjes beginnen of je eigen airmiles systeem. Eigenlijk elk financieel systeem wat je kan bedenken, dat kun je gewoon op die blockchain gaan programmeren en je kan je eigen muntjes uitgeven. Want namelijk een bitcoin is te verdelen in 100 miljoen eenheden. En of zo'n eenheid nou een punt is of een muntje, dat maakt niet uit. Dat is wat wij eraan toekennen. Op een gegeven moment heeft iemand gezegd, ja, ik geef je 2 pizza's. En ik vind het ook oké als je mij 10.000 bitcoins geeft. Die transactie heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Nou, en daarmee heeft het een waarde gekregen. Nou, het maakt dus niet uit wat voor andere waarde je daaraan koppelt, als je het maar bruikbaar maakt. Het programmeren van geld, en dit is denk ik zeker voor u allemaal een heel interessant voorbeeld, dat vind ik zelf een van de meest interessante dingen. Neem, in het filmpje hebben we het over een zorgtoeslag. Geef het naam een zorgcoin of gewoon in euro's, een pgb bijvoorbeeld. En in plaats van dat we, of iemand zich aan de regels houdt, controleren via bureaucratische processen met bonnetjes en al dat soort dingen meer, met bijbehorende issues, fraude, etc., zou je die regels als het ware in het geld kunnen gaan programmeren. En op die manier de controle vooraf al doet.
Dus dat je dat geld alleen maar uit mag geven bij partijen die in een gecertificeerde database staan. En dan wordt het automatisch administratief verwerkt. En als je hem ergens anders aan uitgeeft, dan werkt dat geld gewoon niet. Dus geoormerkt geld. Waardoor je dus ontzettend veel aan controle en al dat soort dingen aan de voorkant kan doen. Nou, de frisdrankautomaat. Machines, wellicht hebben jullie al gehoord van de Internet of Things. Machines kunnen gaan deelnemen, autonoom, aan ons economisch verkeer. Een machine kent het begrip vertrouwen niet. Maar via die blockchain kan de machine checken of het klopt. En dus die frisdrankautomaat, die kan gewoon zelfstandig afrekenen met de leverancier, bij wijze van spreken. En dus zo kunnen machines ook economisch met elkaar gaan samenwerken. Bijvoorbeeld zelfrijdende auto's met tolwegen of met parkeergarages. Of je huis, die dus inderdaad zelf, de koelkast die zelf spullen afrekent met de Albert Heijn of wie dan ook. Banken zijn, zoals ik al zei, ook al wel behoorlijk met de Bitcoin bezig. Niet alleen ING, ook de ABN, ook de Rabobank. UBS heeft laten weten dat ze in Londen een compleet lab opzetten, specifiek om met cryptocurrency, Bitcoin en blockchain technologie aan de slag te gaan en te kijken welke toepassingen kunnen wij als bank maken om onze dienstverlening te verbeteren en om te innoveren en om kosten te besparen. Digitale identiteit. Misschien heeft afgelopen week iemand ook tegenlicht gezien. Estland was daar uitvoerig in aan bod. Zij hebben minder last gehad van de IT-legacy. Wij gebruiken heel veel systemen die nog dateren uit jaren 80 en 90. Zij hebben dat kunnen overslaan, waardoor ze allemaal nieuwe systemen hebben kunnen introduceren. Waardoor ze hun hele overheid veel verder hebben kunnen digitaliseren dan wij. En ook een e-identity kunnen uitgeven. En met de blockchain-technologie kun je dat ook gaan doen. In Nicosia, heel gek dat ze daar begonnen zijn met een cryptocurrency master. Maar daar worden dus de certificaten die je haalt bij het afronden van de studie getekend met een in de blockchain. Zodat je kan checken of het een echt document is. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld patenten. Of Kamer van Koophandelregistraties. Nou, dat kun je doortrekken op het kadaster, het RDW, noem het maar op. Maar wat gebeurt er voor de patentwereld als je gewoon je document in die blockchain zet en dan is het gewoon, dan heb jij bewezen dat je het op dat moment gedeponeerd hebt. En wat is dan je patentrecht nog waard, zeg maar? Nou, daar hebben we natuurlijk niet allemaal wetten voor, want iemand die zich incorporeert, hè, dus zijn rechtsvorm die hij dan zelf heeft verzonnen, in de blockchain inschrijft, een statuut erop internet zet en een bitcoin rekening opent, landloos is. Ja, daar hebben we nog helemaal niet eens echt wetten voor, volgens mij. Dus dat zijn allemaal interessante gevallen, ja, waar we nog over na moeten denken en over moeten discussiëren over waar het uiteindelijk naartoe gaat. Maar dit gebeurt in ieder geval wel. En startups zoals Bitnation, die dus na gaan denken over hoe kunnen wij met die blockchain technologie allerlei overheidsdiensten gaan aanbieden, zodat die overheden dat kunnen outsourcen naar ons. Alternatieve bitcoins, dus de altcoins. Bitcoin is open source, je kan binnen een paar seconden een kopietje maken en je eigen parameters daaraan toevoegen en je eigen wijzigingen daaraan toevoegen. En zo is er ook een coin die heet Dogecoin. Daar wou ik even bij stilstaan, omdat het begonnen is als grap en inmiddels een marktkapitalisatie van over de 14 miljoen dollar heeft, wat niet echt meer een grap is. En die grap, die is dat hondje. Dat is gewoon een grapje op internet. Ga ik verder niet uitleggen, maar heel veel mensen zijn fan van dat hondje. En doet allemaal grappige dingen. En toen heeft iemand bedacht, daar maken we een bitcoin variant van. En inmiddels hebben ze het Olympische bobslee team van Jamaica naar Sochi geholpen met een crowdfunding actie. Ze hebben hun eigen NASCAR team. Ze financieren allemaal goede doelenprojecten in de VS, maar ook in Afrikaanse landen. En zo zie je dat er vanuit een community op internet een muntje wordt omarmd en in één keer een impact heeft op de reële wereld. Dat vind ik toch een bijzondere ontwikkeling. Ik denk dat dit echt nog maar het begin is van die ontwikkeling. Als we nou kijken naar
wat gebeurt er in Nederland en wat gebeurt er in andere landen? In Nederland hebben we een aantal geweldige Bitcoin startups, maar die hebben nu nog moeite om zelfs nog maar een bankrekening te krijgen. Terwijl in de UK en in de VS, ze zeggen van jongens, kom maar door. Wij willen graag overheid, toezichthouders, financiële sector, startups. Wij willen graag met elkaar samenwerken om te kijken hoe we het meeste uit deze technologie kunnen houden. En wat we in Nederland merken is dat het toch nog wel heel stroef, een beetje stroef gaat. En dus nu er meer kennis op gang komt, lijkt die discussie wat te openen. Maar Nederland is natuurlijk perfecte bakermat voor deze technologie om startups te produceren, om innovatie voor te brengen en ook nieuwe exportproducten die tot groei kunnen leiden. Want wij zitten allemaal lekker dicht bij elkaar. We hebben een prachtige financiële sector. Onze overheidsproducten zijn supergoed ontwikkeld. En die kunnen we allemaal prachtig gaan exporteren. Dus daar zitten denk ik enorm veel kansen in. Als we het hebben over disruptieve technologie, waar Koert het al even over had. De helft van de wereld heeft geen bankrekening. Wat gebeurt er als we die toegang geven tot de rest van de wereldmarkt? En internettechnologie die opent voortdurend markten. We hebben gezien hoe de... Wie is er de afgelopen 2 jaar nog bij een reisbureau geweest? Nee. Hoe vaak gaat u naar het postkantoor? Precies. Hoe vaak gaat u nog naar de bank? Ik kom zelf ook nog wel eens bij een bank, dat klopt. Maar goed, dat zijn vragen die ik gewoon stel. Om aan te geven, van we gingen eerst naar het reisbureau. En toen gingen we op internet bij een hotel bestellen. Toen gingen we naar booking.com. En inmiddels gaan heel veel mensen naar Airbnb. Want Airbnb heeft het hotel vervangen. Ik ga het komend weekend naar Berlijn. Ga ik in een leuk appartement zitten? Of ga ik naar een hotel? Nou, ik kies voor het appartement in Kreuzberg. Lijkt me wel gezellig. Dus wat betekent nou uiteindelijk die bitcoin-technologie, die blockchain-technologie, als we het hebben over hoe gaan we met geld om? Als we zien dat communities een eigen munt omarmen, tot waarde brengen en ook gaan besteden in de reële economie. En als we dan kijken naar bankieren in het algemeen met de opkomst van crowdfunding en al dat soort dingen. Als we kijken naar hoe we dingen met elkaar besturen. En als we kijken hoe onze overheid is georganiseerd en we daarin kunnen gaan innoveren. Dus ik wil graag afsluiten met met de oproep die ik altijd doe. Vanmiddag krijgen we enorm veel kennis over ons uitgestort. Zoals u ziet wordt het opgenomen op film, zodat u later in uw organisatie ook de kennis makkelijk kunt gaan delen en zeggen van joh, kijk het zelf ook nog maar eens even terug. En mijn oproep is dus van laten we met elkaar de discussie aangaan om op een constructieve manier, maar wel met kritische blik, te kijken van wat kunnen wij ermee. Dank u wel.